Star. En de man die in deze klasse bovenaan staat met de snelste tijd, dat weet je nog wel, met die 19.000 boven die limit van 9,5 seconden, of Andreas Bona. En dat is ook nog de snelste eind, de hoogste eindsnelheid van die 199 meter. Deze Mark Hartenveld Supercom-serie is normaal altijd een klasse die heel erg strak bij elkaar in de buurt zit. En Erik Bergdorp ook in de kleuren van de kracht van Cruise Magazine. En zeker meer middelen staat op de rechterbaan met de Chevrolet Belair. De mooie Belair uit 1957. En de nummer is ook tussen. Van Erik Bergdorp. Ja, de heren maken hier in deze klasse gebruik van throttlestop. Dat betekent dat je een super in kunnen stellen. Ze houden vol gas, maar het wiel zorgt ervoor dat even de onderbreking erop zit. Om zo dicht mogelijk in de buurt te kunnen gaan komen van die indextijden. Ja, en wie kan de computer het beste afstellen met de koppeling en met het weer en de grip op het asfalt en natuurlijk de tegenwind. Straks krijgen als we hier halverwege de baan zijn, want dat zijn allemaal dingen die meegerekend worden. Clemson Lauwens of is het Erik Bellevan? Wie van de heren zet de tijd best in de buurt van die 8,9 zoveel seconden? Clemson Lauwens, Mello to the Mello, voor de man met de been.